In Lego Dimensions heb je speciale poppetjes nodig om in bepaalde gebieden te kunnen komen. Ik ga de Wizard of Oz wereld gebruiken om je dit te laten zien. In de Wizard of Oz is namelijk een van de gebieden helemaal aan het begin en dat is wel zo makkelijk voor deze demonstratie. We are not in Gotham anymore. I would have had a more pleasant journey on the back of that Balrog. It's so colorful. Yes, it is rather pleasant. I can't see Metalbeard. Well, something's close. You're still tracking that signal. This way. In de Wizard of Oz wereld aangekomen, loop je direct helemaal naar beneden. Dan kom je bij een barricade terecht waar je niet zomaar doorheen kan lopen. Om deze barricade te openen heb je een speciaal voorwerp nodig of een speciaal poppetje. Nou, in dit geval heb ik een voorwerp. Homer Simpson heeft namelijk een speciale televisie waarmee hij dingen kan opblazen. En dat is wat we hier gaan doen. Je blaast de boel op met deze televisie door hem neer te zetten en hem van de portal af te halen. Ik doe dat nu iets te vroeg, dus ik moet het opnieuw doen. En hier zie je dat ik hem neerzet en als ik dan wegloop en de televisie van de portal afhaal, ontploft die. Nadat de barricade weg is, kan je doorlopen en dan krijg je een kleine nieuwe zone erbij. Ik ga je even een kort stukje laten zien van de zone. Wat je daar precies moet doen, moet je natuurlijk gewoon zelf uitzien te vinden. En als je dit filmpje leuk vond, handig vond, vergeet dan niet het een like te geven. Abonneer je op mijn kanaal, want dan help je mij weer enorm mee. En tot de volgende keer bij een nieuw Lego Dimensions filmpje. I should probably check that this doesn't have any evil inscriptions. Nope, seems quite...